Komend weekend is er in verband met Interlands geen competitievoetbal. Daarom blikken wij tot slot van deze uitzending nog even terug op de mooie 2-0 zegen van FC Groningen van afgelopen zondag op Ajax. Jullie wonnen ook ontzettend veel persoonlijke duels. Yeah, that was important. I think all the team worked really hard, and we know that if we do it together, everybody help each other. It's we can win from everybody. Erik, dubbel gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe voelt dat? Scoren op je verjaardag? Amazing. If you score on the day of your birthday and you beat Ajax, wow, it's a perfect day. Met de Leeuw, weet je dat het bijna altijd 100% doelpunt is. En de Leeuw, het is 2-0. Hij reist naar Sherry, want hij weet dat dit een voortreffelijke voorzet was. Ja, als de voorzet goed is, dan is in principe al het halve werk. Ja. En hoe groot is dan de ontlading, omdat je dan weet dat je de wedstrijd eigenlijk binnen hebt? Ja, die is groot. Dat zie je aan het hele team, aan het stadion. Kijk, bij 1-0, je weet, je speelt tegen Ajax. Dan kunnen ze altijd nog een goal maken. En nu is het 2-0. Volgens mij was het 86e minuut. Ja, is het afgelopen. De wedstrijd op slot. En weet je dat er 3 punten binnen zijn. We weten dat we gewoon elke wedstrijd keihard moeten knokken om de overwinning binnen te slepen. Dus we trainen gewoon elke dag hard om beter te worden en met elkaar bezig te zijn. Dus we moeten gewoon elke wedstrijd bekijken hoe we aan toe zijn. En, dat kan het mooiste seizoen worden.